Mijn man was onderwijzer. Hij heeft veel lessen gegeven aan kinderen die bijgespijkerd moesten worden. Bracht ook geld op. Hij was er heel geliefd. En toen kwam bovendien de rector van het gymnasium vragen. Onze leraar is ondergedoken. Wil u dat overnemen? Nou maar wat graag. Want dat bracht geen pensioen op, maar wel geld. Dus dat heeft hij de rest van die tijd kunnen doen. Wij zijn getrouwd in 1942, mijn man en ik. En toen kregen we een huis aangeboden, die mensen wilden verhuren, in de Hortensiastraat. Dat was klein, had zelfs geen badkamer. Mijn ouders op de Seligsingel kregen 's morgens bericht dat ze morgenochtend eruit moesten zijn. Nou had mijn vader het geluk dat hij arbeiders had en nog karren en weet ik veel wat. Dus die stuurde zijn werkmensen allemaal naar zijn huis en die heeft laten... En dat hebben ze hier en daar bij ons ondergebracht. En die zijn zelf naar mijn man en mij gekomen. En toen hebben we daar bij ons enkele maanden gewoond. Tot ze op de hoek van de Julianenlaan het huis van mevrouw, de dochter van meneer Biermans, konden huren. En hij had zoveel materiaal en werkmensen nog om het te laten doen. Je kreeg er één dag voor. Op een gegeven moment in de oorlog, er kwam een bepaalde vitamine tekort. Hè? En ik kreeg hier blaasjes. Ik naar de dokter en die zei, weet je wat u moet doen? Maar ja, het was niet makkelijk. Want toen was inderdaad de eerste opkomst. Hij zei, je moet naar een boer gaan. En dan zeg je, kan ik aardbeien kopen? Die zegt, nee, maar je kunt ze wel plukken. Want hij heeft geen plukkers. En zei, dat zul je zien, graag. Hun werkmensen waren weg. Want als een Duitser zei tegen een boer dat die werkman, dan kon hij hem ook niet houden. Ik ben daar op een krukje meegebracht. Dat zat niet makkelijk voor mij meer. En ik heb daar bij zitten plukken. Want dat was vitamine C en het hielp. Op een avond staat een vriendin van mij met een Jood voor onze deur. 8 uur. 8 uur moest je binnen zijn. En die zegt, ik heb hier een Jood en ik heb hem nog niet ondergezet. En ik breng hem bij jullie. Ja, ben jij nou gek? Ze zei, als ik morgen dood is jullie schuld. Ja, nee. Het is een angstige nacht geweest, want je bent bang. We hebben hem in de schuur opgesloten. En daar had hij een sleutel van. En dan achter de schuur was een poort. Dus hij kon ontsnappen als hij wat hoorde. En we zijn blij geweest dat we gewoon de ochtend gehaald hebben. Maar we hebben wel in een trots gezeten, want je bent ook bang. Hij was zo blij dat hij weg kon. Ik vind het wel. We zaten dus in de Hortensiastraat. Er was, als je naar de stad liep, een man die een tabakswinkel had in een van de zijstraten op de hoek. En op een gegeven moment was daar een enorme oploop van mensen. En toen zei hij, ja, je gaat ook kijken, wat is hier? Ja, dan blijkt dat die man, ik weet niet hoeveel Joden ondergeborgen heeft, en die zitten met elkaar op de zolder. De Duitsers hebben die omgeving omsingeld. En toen zijn die mensen op het dak geklommen, maar daar konden ze niet van af, want die Duitsers die werden toch afgelost. Dus dat bleef daar allemaal onder staan wachten, tot ze dermate veel narigheid hadden, dat ze naar beneden zijn gekomen. Die zijn gevangen genomen. Ja, we konden die Duitsers wel wat doen, maar ja, je kon ze niks doen. Dat was wel een grote spanning, dat je daarop stond te kijken. En ik joeg niks meer voor die mensen doen. En de man van de winkel werd ook meegenomen. Kijk, mijn man, die kreeg dus de eerste dag dat het vakantie was, die brief dat hij zich moest melden. Toen is hij s'avonds nog naar het station gegaan om te kijken, een trein die vertrok. En ik weet niet precies meer welke lijn die gevolgd heeft. Hij is ergens uitgestapt. Hij is bij zijn zuster in Groningen terechtgekomen. En daar is hij die tijd dat het vakantie was ondergedoken geweest. En omdat ik alleen zat
met één zoontje, is één van mijn broers, die het er nog allemaal goed afgebracht had, die kwam naar mij toe. En toen werd die avond gebeld. Dat waren twee Nederlandse politieagenten. En toen ze weggingen, toen zeiden ze niet tegen mij, maar in de gang tegen hem: uw zuster kan hier niet met haar kind blijven, want ze dwingen die man door haar te pakken. Ze moet hier weg. Toen heeft, weet ik niet meer, maar ik ben met een auto, met ik weet niet hoeveel controle onderweg, naar die zuster in Groningen gebracht. En daar heb ik de rest van de vakantie ook ondergedoken. Ja, ondergedoken. Daar heeft niemand mij. Ik kon daar vrij rondlopen verder. Maar toen was het 6 september. En toen zei mijn man: nou, de scholen zijn weer gewoon aan de gang. Ik neem de trein. Ik ga naar Breda. Ik ga gewoon mijn lessen geven. Hè? Nou word ik niet meer opgeroepen. Nou, ik heb wel in mijn rat gezeten. Maar hij ging. Nou, die scholen die zijn niet opengegaan. Want 6 september waren die Duitsers zo aan het vluchten. Dus toen zijn ze niet open. Maar ja, en toen ben ik weer door iemand uit Groningen in Breda gebracht. Wij waren dus eind van de vakantie thuis. En ja, toen hoorden we 's nachts nogal wat drukte op straat. Nou, even gaan kijken. En toen zeiden ze: de Duitsers zijn al daar en daar. En toen zag je ze opgegrapte fietsen, op de karretjes, op weet ik veel wat. Weggaan, wegtrekken. Toen de Polen kwamen, wij hadden in de Hortensiastraat een kelder. Toen hebben we alle wekflessen en alles wat op planken stond, hebben we in de schuur gezet. Want de buurvrouw had gezegd: mogen we bij jullie onderduiken, want wij hebben geen kelder. Ja, dan zeg je ja. Ongelukkig zitten, maar goed. En wij hadden één kind en zij hadden twee kinderen bij zich. We hebben die nacht in onze kelder doorgebracht. En de volgende dag is, toen liepen wij gewoon op straat. En de Duitsers waren zelf aan het vluchten. Wanneer zag u de eerste Poolse soldaat? Nou, ik moet u zeggen, dat was al vrij gauw. Want zij kwamen via Bavel langs de Bavelse Laan. En toen zagen ze een hele mooie schuur van mijn schoonvader. De ouders van mijn man woonden in Ginneken, dus op de Bavelse Laan. En die namen die mooie grote schuur in beslag, de Polen. Dus ja, wij hebben veel met die Polen te maken gehad. En ze kwamen nog alles 's avonds. En mijn man en mij in de Hortensiastraat op bezoek. En we hebben eens met elkaar aan de piano gespeeld en gezongen met de Polen. Wij zongen onze liedjes en zij zongen, ik weet niet meer wat was er. Da 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 da